Vandaag speel ik Minecraft, maar kan ik de wereld pauzeren? Ik heb een speciale klok waarmee letterlijk alles kan vastlopen in de wereld. Dus bijvoorbeeld een zombie valt je aan, druk je op de klok en staat hij volledig stil. En ons doel vandaag is om met deze klok de Ender Dragon te verslaan. Misschien staat hij dan ook wel op pauze. Oh ja, en doe zeker een duimpje omhoog op deze video, want anders blijft mijn Minecraft de hele tijd vastlopen zoals je nu staat. Druk erop! Goedemorgen, letterlijk. Ik had vannacht zo'n rare droom. Ik voelde me wel de Matrix. Ik weet niet of jullie dat kennen, letterlijk. Maar dan gaat de tijd heel erg slow. En dan kan je zo woesjes allemaal kogels ontwijken. Nou ja, ik weet het ook niet. Ik had namelijk een hele rare droom of iets. Dat het eind letterlijk de hele tijd vastloopt. Dus dat je opeens zo met je vingers knipt. En hoppa, het hele beeld staat stil. Niks gebeurt meer. Alle dieren staan gewoon vast op zijn plek. En kunnen niks maken tegen je. Nou ja, het zal vast maar gewoon een rare droom zijn geweest. Laten we vandaag maar eens even lekker op pad gaan. Heb jij dat hier neergezet, villager? Oké, nou, jullie lijken niet alsof jullie weten dat jullie deze kist hier hebben neergezet. Dus laten we maar eens even gaan kijken. Oké, er zit een boekje in. Een boekje is altijd leuk. Dan kunnen we even lekker lezen. Ik ben heel benieuwd wat erin staat. Laten we eens even gaan kijken. Hey Dennis, vandaag geef ik je mijn speciale klokken van mijn opa. En hiermee kan je de Minecraft-wereld op pauze zetten. Je moet wel een paar dingen doen om de klok te maken. Klok 1, pauzeer. Drop de klok samen met 1 iron en 1 redstone. Klok 2, hervat. Drop de klok samen met 1 goud en 1 redstone. Succes, groetjes Bobby. Oh ja, mijn opa wou dat je de Ender Dragon ermee ging slaan. Ender Dragon, dat is hartstikke moeilijk. Nou ja, laten we verder lezen. Dit lukt hem namelijk niet, want hij is te oud. Oh, die arme opa ook van Bobby, hè. Ik had ook niet anders verwacht. Wacht eens even. Er staat daar letterlijk hier een cadeautje. Klein cadeautje van Bobby. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Eens even kijken dan. Maar... wow! Huh? Tot dat hier 12 enderpearls, 12 wortelframes. Nee, en 12 obsidian en 2 lokken. Oké. Dus Bobby heeft mijn handje op weg geholpen om naar de Ender Dragon te komen. Maar voor de portaalframes heb je enders nodig en geen enderpearls. En waar is het... oh, ik snap het al. We moeten zelf letterlijk naar de Nether gaan. Een fortress vinden. De blazes gaan killen voor de blazegods. En zo hebben we de Eye of Enders natuurlijk. Want die kunnen we, de blaze powder kunnen we letterlijk op de Ender Pearls doen. Oh, Bobby, je bent een held. Dat betekent dat het dan niet extreem lang gaat duren. Maar er stond hier dus in het boek een paar aanwijzingen. Voor de pauzeerknop moeten we namelijk 1 iron vinden en 1 redstone. En voor de hervatknop, oftewel de hervatklop, moeten we 1 goud hebben en 1 redstone. Dus in totaal 1 goud, 1 iron, 2 redstone. Wat jullie nu ook letterlijk in beeld zien. Oké, wat we gaan doen is we pakken hier even wat hooibalen en ja, je ziet het goed. Ik slaap letterlijk tussen de varkens. Ik kan het uitleggen, oké. Toen ik hier bij deze village aankwam, bouwden de villagers niet echt dat ik bij een van hun huis kan wonen. Dus ze zeiden van, we hebben wel een plek voor jou, maar dan moet je tussen de varkens slapen. En ik zei, nou, oké, vooruit. En toen vroeg ik nog aan hun van, is dat omdat ik dan een eentje ben of niet? En toen zeiden ze, ja, ze wouden daar eigenlijk geen antwoord op geven. Dus ik heb een vermoeden dat het daar iets mee te maken heeft, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval, laten we hier maar eens even wat wiet van gaan maken. En dan moeten we even een crafting table hebben. En we gaan niks van de village lopen. Dus we gaan hier gewoon een boompje hakken. En dan hebben we dat hout. Kunnen we meteen een pickaxe gaan maken. En dan gaan we meteen voor ons huisje gewoon helemaal naar beneden minen. Want ik denk dat het niet zo extreem lang gaat duren. Voordat we natuurlijk een beetje iron hebben. Voordat we natuurlijk het goud hebben. En de 2 redstone die we zoeken. En waarom ik zei een beetje iron? Nou, ik denk als we de tijd kunnen pauzeren. Dus dat de hele wereld vastloopt. Dan hebben we ook niet meer dan iron armor nodig, lijkt mij, voor de Ender Dragon. Tenminste, dat is wat ik denk. Want waarom zou je helemaal moeilijk doen voor diamond armor, terwijl je het letterlijk gewoon makkelijk kan doen, want we hebben een speciale klok van Bobby's opa. Wat is Bobby toch echt een held? Laat allemaal weten in de reacties. Dankjewel, Bobby. En laat ook weten of jullie heel erg benieuwd zijn hoe Bobby er überhaupt uitziet. Volgens mij hebben jullie namelijk Bobby nog nooit gezien. Hier gaan we minen en dan helemaal naar beneden. Misschien is het ook handig als we zometeen een stenen pickaxe gaan maken, want dat duurt het wat minder lang. Deze kunnen we trouwens gewoon vasthouden. Oh, dit is echt perfect. Dit is echt perfect. En ik heb er ook weer zoveel zin in. En doe zeker een duimpje omhoog. En laat weten in de reacties of jij ooit de gaver zou willen hebben om de tijd te pauzeren. Dus letterlijk dat iedereen om je heen gewoon opeens stilstaat. En alleen maar links en rechts kan kijken. En voor de rest niks. En dat je gewoon alles kan doen wat je wil. Moet je nagaan hoe raar dat eigenlijk is? Dan zou je in feite gewoon een bankoverval kunnen doen. Zonder dat iedereen het
door heeft. Want de hele wereld loopt dan vast. Dat is eigenlijk best wel vreemd dat ik ook daarmee kom. Ik bedoel, het leukste zou zijn dus dat je gewoon een snoepje kan pakken ergens. Ik bedoel, uit de snoeppot. Zonder dat je ouders of iets erdoor hebben. Tenminste, dat is iets wat ik zou doen. Oh, kijk eens aan, iron. En dat is letterlijk één ding dat we dan nodig hebben. Het iron. En hoe meer iron, des te beter. Want dan kunnen we daar ook meteen iron tools van gaan maken natuurlijk. En nog meer iron letterlijk. Oh, dit gaat geen lange challenge worden, kan ik je vertellen. We hebben het geluk nu al mee, zoals ik kan zien. Oh, dat is echt perfect. Want dan kunnen we straks een schild maken en volledig iron armor. En dat is denk ik het enige wat we nodig hebben. Want ik hoop dat we de Ender Dragon natuurlijk ook straks op pauze kunnen zetten. En weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon even alles verzamelen wat we nu nodig hebben. En dan zie ik jullie zometeen als ik dat klokje heb natuurlijk. Zoek naar redstone met nog geen succes tot nu toe en ook geen goud, maar wel letterlijk diamonds. Oké, het is allemaal wat hier in deze 1.18 wereld. Kom op, diamonds zijn al hartstikke goed. Laten we nog maar even verder minen. Nee, dat meen je niet. Letterlijk nog geen paar meter verder. Hier waren de diamonds, hier weer diamonds. Is dit dan mijn geluksdag of iets? We hebben nu gewoon 7 diamonds. En eindelijk redstone gevonden. Oké, dat is perfect. En dat betekent eigenlijk dat we de eerste klok al kunnen maken volgens mij. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is de klok op de grond te gooien. Het iron op de grond en 1 redstone. En hoppa, we hebben de klok. En deze heet hervat. Oké, dus de hervat is deze. Dan pauzeren we dan 1 goud voor nodig. Oké, dit was dus de makkelijke. Stond het dan verkeerd in het boekje of ben ik nou in de war? We hebben eindelijk goud. Oh, dit is perfect. En niet zo'n klein beetje ook. Oké, dit heeft best wel lang geduurd. Maar we zijn gelukkig dicht bij de village. Dus laten we helemaal teruggaan. En dan zie ik jullie boven weer. Oké, we zijn eindelijk boven. En het iron is bijna helemaal gesmolten. Dus dat is perfect. Oké, laten we dit even uithalen. Laten we het goud erin doen. Zodat we dat klokje kunnen maken. En in de tussentijd kunnen we alvast wat armor voor onszelf gaan maken. Zoals een iron broekje natuurlijk. Maar moet je zien hoe dit klokje eruit ziet. Het staat letterlijk unpauzeer heen. Oké, en dat betekent dat we nu eindelijk het pauzeerklokje ook kunnen maken. Dus deze moeten we droppen met 1 goud en dan met 1 redstone als het goed is. En perfect! Dan hebben we hier de andere en die heet pauzeer. En moet je kijken hoe raar dat er letterlijk uit gaat zien. Eens even kijken. Deze hebben we niet meer nodig. We kunnen de crafting table en zo wel meenemen. Dus laten we dat zeker doen. En laten we dan kijken hoe het eruit ziet. Wat het pauzeren dan daadwerkelijk doet. Want het is echt heel erg raar, kan ik je vertellen. Let op. We gaan hier naar de villagers en dat soort dingen. En de varkens. En dan drukken we op pauzeer. En hop. Alles staat letterlijk stil. Ze kunnen gewoon nergens heen. De villagers staan stil. Je kan doen wat je wil. Zie je? De dieren staan letterlijk stil. Dit is echt perfect. Dit is echt perfect. En het wordt pas geunpauzeerd als ik erop druk. Dus in 3, 2, 1. Jullie mogen weer bewegen. Kijk eens aan. Dit is toch super raar. Die iron golem ook. Pauzeer. Normaal kan je hem dan aanvallen. Of nou ja, niet aanvallen. Want dan ga je letterlijk dood. Maar kijk. Je doet gewoon helemaal niks. Ze kunnen gewoon slaan wat we willen. Van dichtbij. Dit is toch perfect? Dit is echt perfect. En ik ben heel benieuwd hoe dat er straks uitziet met de Ender Dragon. Geloof me, dat gaat zo raar zijn. En weet je wat ik me net trouwens bedacht? Ik had ook gewoon de village kunnen looten. Maar wat we even moeten doen, is we moeten op zoek gaan naar gravel. We hebben namelijk gravel nodig, want daarmee is, even kijken, deze zetten we hier neer. Met het gravel kunnen we namelijk flint maken. En kijk eens aan wat we hier hebben. Ik hoop alleen dat we snel een beetje flint krijgen. Zo, dan pakken we dit. Plaatsen we dit gewoon de hele tijd weer opnieuw. En we hebben daar flint. Oké, perfect. Wat we nu doen, is we gaan naar het cadeautje van Bobby. Dan maken we een netherportaal. En dan gaan we naar de nether toe. En dan gaan we daar verder op avontuur. Zo, en dan kunnen we op deze manier het netherportaal in. Oké, op naar de nether. Want we moeten nu letterlijk een kasteel gaan vinden. Oké, we zijn in de nether aangekomen. En eens even kijken waar we spawnen. Oh, we spawnen echt op een slechte plek, kan ik je vertellen. Hier ben ik echt niet blij mee. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan maar eens even op zoek naar, ja, naar een kasteel. Ja, eindelijk! Kijk. Wat hebben we hier? Als dit niet lijkt op een kasteel wat we letterlijk zoeken. Oh, en daar hebben we meteen een blazerot. Oké, laten we ons klokje maar eens gaan testen. Kijk eens aan, we pauzeren hem. Als het goed is, kon hij ons niks maken momenteel. Kijk, we kunnen hem gewoon rustig slaan. Dat dacht ik al, blazerot. Hier kan me niks maken. Oké, we moeten hier op zoek gaan naar een blaze spawner. Oké, laten we de tijd weer terugzetten dat ze natuurlijk gewoon kunnen spawnen. Oh, kijk, dat is hier. Oké, pauze. Au.
Au, au, au. Ik zag hem niet. Die kreeg ik recht op mijn gezicht. Maar als het goed is, kan hij me nu letterlijk niks meer maken. Dus we kunnen hem gewoon killen hier zo. En dan moeten we gewoon de hele tijd de blazerots gaan sparen op die manier. Oké, we hebben al 10 blazepouden. Ik denk dat we nog ongeveer 2 nodig hebben. En dan hebben we genoeg. Au, au, au. Hey, pauzeren, pauzeren. Oh, hij is gepauzeerd. Oké, we moeten weer terug. We unpauzeren weer alles, zodat alles verder kan gaan in de wereld. En dan maken we hier nog even kijken blazepouder van. En dan pakken we daar ook even alle dingetjes. De enderpearls en dat soort dingetjes. Eens even kijken. Dan staat daar. Oh, de crafting table staat er meer. Die hebben we bij ons. Kijk eens aan. Plaatsen we hier. Dan doen we de enderpearls hierin op deze manier. En dan hebben we de Isle Ender. En het enige wat er dan moet plaatsen is de endportaal frames. En die moeten we wel goed plaatsen, zodat we er geen één gaan verpesten. Dus wat we eventjes gaan doen. Zo, dit allemaal even vrijmaken. Dat we hier genoeg ruimte hebben. Zo op die manier. En dan daar één, daar één. Daar één, daar één, daar één, daar één. Dit even weghalen. Daar één, daar één, daar één. En dan hier, hier en hier. Wat we dan doen is letterlijk Eye of Ender. Eye of Ender, Eye of Ender, Eye of Ender, Eye of Ender, Eye of Ender. En dan daar, daar, daar. En dan als laatste daar en daar en daar. Wat we dan zometeen kunnen proberen is letterlijk om zoveel mogelijk Endermans aan te kijken. Wat is dit? Dit klokje groot trouwens. Maar zoveel mogelijk Endermans aan te kijken en dan op pauzeer drukken. Oké, laten we gaan. Oké, we pakken wat blokken erbij. We moeten natuurlijk wel gewoon naar de overkant zonder naar beneden te vallen. Eens even kijken. We bouwen helemaal die kant op en dan wordt het echt een makkie bij deze draak. Trouwens, even wat moeten maken is letterlijk wat emmertjes. Maar ik heb nu niet genoeg hout bij me om letterlijk een crafting table te maken. Want dan had ik met wat emmertjes met water snel naar boven gekund. Maar kijk, kijk in de Enderman aan. En jij kan me nu niks meer maken, hè? Dat dacht ik al. Wij kunnen jou wel killen, maar jij ons niet. En een pauzeer. En dan komen ze allemaal mijn kant op pauzeer. En ze kunnen niks maken. Kijk dan naar de draak. Wow, die zit gewoon helemaal vast. Oké, wat wij gaan doen is, ik ga even alle pilaren uitschakelen. En dan zie ik jullie zometeen weer. Zo, en de laatste pilaar waar we nu naar boven bouwen is. Even kijken, zo klein beetje afstand. En spring. Huppa. Zo, die is klaar. Wat we dan even gaan doen is de game unpauzeren. En dan hopelijk vallen de Endermans ons niet meer aan. Tenminste, degene die boos waren. Oh, die vallen ons wel aan. Oké, die moeten we even killen. Dan doen we gewoon op pauzeer. Eens even kijken. Zo, op pauzeer. En dan hakken we die eventjes weg. Waarom zoeken jullie ook ruzie? Eens even kijken. Ja, misschien omdat ik jullie aankeek. Maar die killen we gewoon eventjes. Want ik wil dat de draak gaat dalen. En dat we hem dan gaan pauzeren. Dat ziet er waarschijnlijk echt heel erg raar uit. Oké, zo. We kunnen hem unpauzeren. En als iets me aanvalt, dan pauzeren we hem gewoon weer. Maar laten we hier gaan blijven. Eens even kijken. Dan wacht ik hier. Ja, 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 ja. Perfect, 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 perfect. En pauzeer. Kijk hoe raar dat er letterlijk uitziet. Ik kan gewoon letterlijk... Wow. Oké, dit is heel erg eng en raar. Maar kijk dan. We kunnen gewoon letterlijk met de draak op de foto. Omdat het gewoon op pauze staat. En zo kunnen we hem makkelijk gewoon gaan killen letterlijk. Eens even kijken. Werkt dat tenminste? Kunnen we hem wel killen zo op die manier? Dat heb ik nooit geprobeerd. Eens even kijken. Hij staat daar. Dus hallo? Kunnen we je wel killen? Oh, huh? Letterlijk, we vallen hem aan zoals nu. Let op, let op, let op. En je denkt dat we dan geen damage doen? Maar zometeen als we weer de game opnieuw herpauzeren. Dus zoals nu, let op. Boom! Is hij bijna dood, letterlijk. Oké, oké, oké. Dit is perfect, dit is perfect. Oké, we moeten gewoon weer wachten tot hij daalt. En dan kunnen we... Kijk hoe raar dit is trouwens. Dit is echt raar. Oké, laten we wachten tot hij daalt. En dan maken we hem af en killen we hem. Oh, dit is zo leuk om te doen. Oh, Enderman, waarom val je me nou aan? Je weet dat ik letterlijk dit spel kan besturen gewoon. Dit is echt perfect gewoon. Oké, hij komt elk moment naar beneden. Ja, hij komt naar beneden. Hij komt naar beneden. Dan gaan we hem op pauze zetten en dan gaan we hem letterlijk killen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Eens even kijken. Zo, pauze. Oké, perfect. Oh, hij zit helemaal geglitcht nu. Nu killen we hem. En het ziet er heel erg raar uit, maar we zijn hem volgens mij letterlijk aan het killen. Zo, zo. En pauzeer. Oké, volgens mij moeten we dan nu killen. Ja, volgens mij doen we nu pas damage. En we hebben hem gekild. Let op. Hoppa. We pauzeren gewoon het spel. En we kunnen het weer pauzeren volgens mij. Kijk dan, dan loopt hij gewoon vast. Een pauzeer. En pauzeer. Oké, dit is perfect. Letterlijk, dit is zo gaaf om te doen. Ik hou ervan. Doei!